Hallo, ik ben Cassidy van CWTV. Hoe heet u? Ik ben Helena. Ik werk bij Kindercentrum Amalia als kok. Oh, dat is heel erg leuk. En vindt u het leuk om hier te werken? Ja, dat vind ik heel leuk. Nou, wat zijn jullie vandaag hier aan het doen? We hadden vandaag een open dag en ik sta nu hier bij de rommelmarkt. Hoe duur zijn deze? Voor u 5 euro en normaal 50 cent. Wij verkopen spulletjes voor een goed doel. En we hebben natuurlijk ook nog andere dingen. We hebben natuurlijk voorlezen voor kinderen. We hebben bij de speeltuin vanaf 2 uur een tent staan voor Amalia Got Talent. Dan gaan onze kinderen natuurlijk optreden en dan kunnen ze een medaille winnen. Oh, dat is heel erg leuk. Wij doen het voor een goed doel. We hebben natuurlijk gordijnen nodig voor op de gang. En daarmee proberen we wat op te halen voor de nieuwe gordijnen. En hoe heet u? Johanna de Krom, ik ben van Kindercentrum Prinses Amalia. Vind je het leuk om hier te werken? Ja, ik vind het heel erg leuk om hier te werken. Ik ben de directeur van Kindercentrum Prinses Amalia. Dus ik zorg voor dat de financiën en zo allemaal goed lopen. Waar zijn we eigenlijk? Nou, dit is het kindercentrum en vandaag is de open dag op het kindercentrum. Dus we hebben eigenlijk een groot feest met het verkoop van schilderijtjes die de kinderen allemaal hebben gemaakt. En peuterdansvoorstelling hebben we vandaag. We hebben een rommelmarkt vandaag en de BSO-kinderen, de buitenschoolse opvangkinderen, die gaan een hele leuke voorstelling of een optreden houden met playbacken en ook met zingen en met dansen en dergelijke. Dus en dan hopen we dat er heel veel mensen komen kijken uit de wijk en dat ze het leuk vinden. En we hopen ook dat de mensen komen inschrijven bij Prinses Amalia. Want we hebben wel weer genoeg plaatjes open voor nieuwe kindjes. En het is bij ons heel erg leuk. Hoeveel kinderen zijn hier in totaal? Er zijn in totaal 245 kinderen. Maar is er toch ook een andere deel? We hebben hier de kleinste kinderen, de jongste kinderen. Dat zijn er zo'n 110. En dat is van 0 tot en met 4 jaar. En dan hebben we ook nog de oudste kinderen bij de buitenschoolse opvang. En die zijn op andere locaties. Ook hier in de buurt, op de Spaanse Weg en op de Brigantijnstraat. Kunnen de kinderen hier ook buiten spelen? Ja, we hebben hele mooie tuinen. Dat vinden we ook heel belangrijk, dat de kinderen buiten spelen. Ik ben mevrouw Montero. En waar zijn we hier? Voor een open dag. Ik vind het leuk om bij de kinderen te zijn. Wat gaan jullie hier zo vandaag doen? Ik mag achter de popcorn gaan staan. Lekker kinderen lekker verwennen met popcorntjes. Maar wat gaat er hier zo vandaag gebeuren? Ik denk dat er heel veel gaat gebeuren. Ik heb er niet zoveel, ik weet niet zoveel, maar ik heb gehoord dat er modeshows zijn, optredens. Ik doe mee met een open dag. Wat ga je doen? Ik ga zingen. Wat ga je zingen? Adelaide Rolling in the Deep. Dat is een heel mooi liedje, goed uitgekozen. Is het hier leuk? Ja. Wat vind je hier het leukst? Dat er hele lieve kinderen zijn. Vindt u het leuk om achter de popcornbak te staan? Ja, ik vind het heel leuk. Dankjewel voor de interview. Oké, graag gedaan. Doei. Dankjewel dat we jou mogen interviewen. Geen dank. Bedankt voor het interview en leuk dat we hier mochten zijn. Nou, graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk. Dankjewel. Doeg. Dag. Ik denk dat ik hier wel wat kon kopen. Nou, dankjewel voor het interview.